Elke dag staan ze er om 8:30 in de morgen bij het kruidvat om melkpoeder te gaan halen. Zo'n 25 Chinezen aan de Dierenstallaan in Den Haag. Je mag er één per keer halen, dus snel de fietstas in en dan er nog één halen. Het blijkt een heel handelsnetwerk te zijn van melkpoederverzamelaars. Met de fiets halen ze zoveel mogelijk melkpakken op bij de Albert Heijn, bij de Ethos. Dan gaat het naar een distributiecentra. Het gaat de container in. Met de boot gaat het naar Hongkong en daar wordt het de grens overgebracht. 2 pakken per keer. Een hele arbeidsintensieve handel. Dit zou eigenlijk niet moeten horen. Hè? Maar ja, het heeft natuurlijk te maken met het feit dat China toch in veel opzichten nog een ontwikkelingsland is. Waardoor dus die agrarische productie, en in dit geval dan eigenlijk de melkproductie, gewoon onvoldoende op orde is.